Voorzitter, heer Stoltenberg spreekt zijn waardering uit in de richting van gemeenten. En mijn vraag is eigenlijk hoe groot zijn waardering is, want in Politiek Den Haag speelt nu de asielwet. En de asielwet dwingt gemeenten om asielzoekers op te vangen. En dat is geen tijdelijke wet, maar het is een permanente wet. En dat is een wet van een VVD-staatssecretaris, meneer Van den Burg, bekend van de uitspraak: hoe meer asielzoekers, hoe beter. Steunt meneer Stoltenberg het slopen van de gemeentelijke autonomie zoals meneer Van den Burg dat voorstelt? Heer Stoltenberg. Nee, want we staan ook voor die autonomie van die gemeente. Alleen dat daar dan uiteindelijk dwang bij toegepast wordt, ja, dat zouden we echt als allerlaatste middel zien. Heer Bosma. Ja, maar het is een dwangwet en gemeenten worden gedwongen. En het is niet een tijdelijke wet, maar gewoon een blijvende wet. En de vraag is, wat gaat de VVD-fractie doen? Dat is de vraag der vragen. Want er circuleert het verhaal dat de VVD-fractie daartegen is. Dat er bij de VVD nog enig gevoel bestaat voor het Huis van Thorbeck. Nog enig gevoel bestaat voor de gemeentelijke autonomie. Gaat de VVD-fractie voor deze asieldwangwet van meneer Van den Burg stemmen, ja of nee? Daar ga ik hier geen antwoord op geven. Dat is ook echt aan een woordvoerder en ook in een ander debat moet dat plaatsvinden. En als u gaat zeggen van ja, u bent voor het afbreken van het Huis van Thorbecke, nou dan ben ik de laatste. Want ik denk dat er genoeg elementen uit het Huis van Thorbecke zijn waar wij eigenlijk ook daardoor goed kunnen functioneren. Maar goed, het huis heeft ook onderhoud nodig en dat is ook wat ik in mijn bijdrage bepleit. Nee, u bent niet de laatste, u bent de eerste die het Huis van Thorbecke sloopt. U gooit de sloopkogel erin, want die gemeentelijke autonomie met die burgemeester en die wethouders die gekozen zijn en die gemeenteraad, die zeggen we willen het niet. En dan komt het kabinet, de Staten Nederlander, meneer Van den Burg, en die heeft een mes en die zegt die gaat het wel doen. Dat is dus het einde van de gemeentelijke autonomie, dus het eind van het Huis van Thorbecke. Het kan toch niet anders dat de VVD daartegen is, dat de VVD opkomt voor het staatsrecht zoals het is, opkomt voor de gemeentelijke autonomie en tegen die wet gaat stemmen? Toch? U gaat gewoon tegen die wet stemmen, toch? Heer Stoltenberg. U probeert mij iets te ontlokken, daar ga ik geen antwoord op geven. Ik vind dat trouwens het huis nog steeds heel mooi. Het kan ook een rijtjeshuis zijn met een betegelde tuin. Daar woon ik zelf ook trouwens in, dus wat dat er gaat zou ik zo een PVV-tisch kunnen zijn. Maar ik sta echt voor een goed huis van Thorbecke. En dat heeft absoluut vandaag de dag heel veel aandacht en onderhoud nodig. En daar ga ik me ook keihard voor inzetten. Mevrouw Leijten, SP.